Een hele goede morgen. Superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en hier beneden te abonneren. Het is vandaag zondag en ik ben nu in mijn eentje thuis. Tenminste met honden wel, maar de kinderen gaan al twee buiten spelen met vriendjes. Ik heb het hele huis opgeruimd. De kinderen hadden vanmorgen supergoed geholpen met huis opruimen. Daarna gingen we even de stad in, mochten ze een cadeautje uitzoeken omdat ze zo goed hadden geholpen met opruimen en schoonmaken. Ze hadden me echt goed geholpen vandaag. En dan zie ik ook deze stoelen opeens. Deze stoelen heb ik hier niet echt zitten in de woonkamer. Ik heb er wel even voor mij nog nooit op gevlogd. Dat zijn de stoelen. Ik denk dat het nat is. En ik heb vandaag een grijs dief staan, grijze broek. En ik zit op grijze stoel. Het is vandaag een grijze dag. Nee, dat klinkt niet goed. Nee, jongens, dat is niet. Dus toen gingen we naar de stad cadeautjes halen voor de kinderen, omdat ze het goed hadden gedaan. En toen reden we langs de Lidl. Dacht ik, ga ik daar gelijk boodschapjes doen. En toen hadden ze bij de Lidl een verspil me niet rek naast de kassa, als je eigenlijk al voorbij de kassa's bent. Als je dus voorbij de kassa al bent, want ik had mijn boodschap gedaan, alles afgerekend, dan kom je bij een rek. En daar staan dus allemaal tasjes met verspil me niet. Nou, allemaal tasjes. Er stonden er twee, een vrouw voor me pakte in één tasje, toen stond er nog één tas. Dus die pakte ik gauw. De broodtasjes waren 25 cent, daar was er dus geen één van. En de andere tassen zijn 3 euro per stuk. Je mag er maar 1 maximaal per klant, stond er ook bij. Even kijken wat Kietje doet. Kietje! Niet doen. Oké, ben ik weer. Kiara ging met slof spelen van Jaden, maar dat mag niet meer. Even een knuffeltje geven, afleiding. En waar was ik? Dus je mag 1 tas per persoon. Die van de gewone zijn 3 euro per tas. En die van het brood was 25 cent. Daar stond er geen een van. Dus ik heb 1 tas van 3 euro meegenomen. Zit dan ook echt in een verspil me niet tas van de Lidl. En was dus 3 euro. Ik ging natuurlijk wel stiekem kijken wat erin zat, voordat ik het kocht. Maar ik ga het even laten zien. De tas even hier naast me op deze stoel. Dat is de bon. Een hele zak wortels. Maar ze heet het officieel winterpenen, als ik het goed zeg. Wortels. Het staat gewoon op wortelen. Dit doe ik of klein snijden en dan in de nasi, bijvoorbeeld in de bami of bij de noedels. Maar ze kunnen ze ook mee in stukjes mee naar school. En je kan natuurlijk altijd hutspot maken, een wortelenstampot maken. Dus dit is altijd goed. Vroeger eerst hadden we konijnen, nou, helaas niet meer. Maar dan waren ze ook blij mee de wortelen. Dan! Hier zijn de kinderen ook dol. 2 suikermois. Normaal is dit alleen al 3 euro. Dus, maar voor mij zijn ze niet meer heel lang goed. Dat zijn nog wel goed. Dus ik ga ze sowieso vanavond of morgen. Sowieso morgen moet ik ze gaan maken. Maar ik had vandaag eigenlijk wat anders op de planning. Ik moet even kijken of ik kook ze vandaag. Of ik kook ze morgen sowieso. Nee, 2 suikermois. Dan, dat koop ik echt nooit. Maar Jayden zag het, zei die, dat is zo lekker. Sorry jongens, ik verslik me. Oh, verslikte me jongens, sorry. Oké. Wat ik moet wel vertellen, het zijn bramen. Heb ik volgens mij nog nooit in mijn hele leven geproefd. Het lijkt gewoon op zwarte frambozen voor mij. En frambozen vind ik, maar dit zijn dus bramen. Dit is al lekker. Ik heb geen idee of ik het lust, maar dit krijgen ze dan gewoon als fruit mee naar school, alle twee. En morgen is het weer maandag, jongens. Dan zat erin broccoli. Dit eten we ook altijd. Broccoli houden we van. Dus helemaal goed. Het is tegenwoordig ook duur hoor, die broccoli. Echt waar. En dan als laatste. Echt heel lekker ook. Zijn het sinaasappels of mandarijnen? Ik dacht eerst sinaasappels, maar nu ik het zo erin voel. Mandarijnen. Oh, ik dacht sinaasappels. Toen ik het kocht, dacht ik, oh, zak sinaasappels erbij. Maar man, ja, mandarijnen vinden de kinderen heel lekker. Lust ik het helaas ook niet. Nou, tenminste ook niet. Bramen weet ik trouwens niet of ik dat lust. Maar mandarijnen lust ik niet. Maar de kinderen sowieso wel. En ze moeten elke dag fruit mee naar school of groente mee naar school. Dus het komt allemaal zeker weten op. En ze eten natuurlijk ook nog heel veel fruit hier thuis. Ik ook, maar ik doe meer bananen,
aardbeien, watermeloen, blauwe bessen. En hun eten echt alles. Vooral Jaden. Oh, die is gek op fruit. Echt. En dan was dat de tas. Dat is helemaal leeg nu. Maar voor 3 euro, jongens. Ik denk dat zo'n netje mandarijnen 3 euro is. En die mais is ook al 3 euro per stuk. Dus, hele goede deal. Echt waar. En ook gezond. Gezonde deal. Soms ik had wel eens in het verleden een tas gehaald. Bij Too Good To Go. Er zit vaak ook bende in, hoor. Ongezonde dingen en zo. Dus echt een hele gezonde tas. Echt, echt heel blij mee. Dus ga ik hem opruimen nu. En dan wordt dit eventjes een andere vlog dan jullie normaal van ons gewend zijn. Even geen dagvlog. Maar voor mij vinden jullie dat ook niet zo erg. Ja, toch, als er maar een vlog van mij staat. Een leuke. Dit is ook leuk, denk ik. Bella, kom eens. Hi. Hi, zeg eens hi tegen iedereen. Zeg eens hi. Er staat niks in voor honden. Ze hebben nooit honden. Verspil me niet tassen, hè? Dat is knappe Bella. Ze hebben nooit verspil me niet tassen van honden. Als koop ik het, ja, als ik het een keer tegenkom. Dan ga ik het voor jullie kopen. Ja, ja. Nou jongens, wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet soms een verspilmetas te halen. Want het scheelt veel geld in portemonnee. En je helpt de winkel ermee. En... Oh, de honden gaan nu spelen met mijn bon van de Lidl. Kietje, kom. Kietje, kom. Mag ik hem terug? Geef maar. Nou, dat was de bon. Helemaal verscheurd. Kijk hier. Nou ja. Moet ik maar beter opletten. Ja, dus vergeet niet soms zo'n tas te halen. Het scheelt veel. Ik ben niet gesponsord hiervoor. Ook niet door de Lidl. Door helemaal niks ben ik gesponsord, jongens. Dus het is gewoon dat ik het handig vind. En jullie dus ook gun. Tot morgen weer, jongens.